De lifeguards op het Noordzeestrand van Skylge had er smoordrok mooi. Zwemmers wiezen op de gevaren van de zee. Wij zetten een zwemmersgebied uit tussen de rood-gele vlaggen. Okay. En daar is het veilig om te zwemmen. En okay. Buiten de vlaggen kan het zijn dat er gevaarlijke stromingen zijn of dat de golven gevaarlijk zijn. Dus graag hebben we, als je gaat zwemmen, of je dat tussen de rood-gele vlaggen zou willen doen. Maakt niet zo heel veel uit in principe, maar ja. Nee, je doet dat zo weer? Ja, nou ja, ik zal misschien wat meer op letten, hoor. Dat wel. Ik zal ook wel tussen die vlaggen nu blijven, dat wel. Dat zeker. Goed dat zo'n lifeguard je even aanspreekt. Ja, zeker. Ik was niet van bewust. De wind is zuid-zuidwest, kracht 3. Golf op de Noordzee, 50 centimeter uit Noord-Noordzee. De dui van de stroomwachten begint met een briefing. Daarna zetten ze het gebied uit dat badgasten onder tafelsjoch zwemmen kunnen. En dat het rustig is door zijn reddingsoefenings, zat ze daar het binnen als er echt wat gebeurt. De lifeguards van de KNRM binnen alle dagen van 10 tot 6 op het strand. Ze wien bij het dierlijk ongeluk van moandeitejûn belutsen om ze nog aan het opromjen wien doet het gebeurde. Het had grote impact op het team dat de zwemmer het net oelibben had. Vooral toen in het begin wilden we er wel over praten met elkaar. En gaat het werk ook gewoon door. Wanneer je de behoefte aan hebt, weet je ook gewoon dat je ergens terecht kunt. En daar wordt wel over gepraat, ja. Het slachtoffer bedaarde bij Midslaan in een mui. Dat is een sterke streming tussen twee zonbanken, te zien op deze beelden. De stroomwachten waarschuwen hiervoor. Het beste is zo snel mogelijk een zandbank opzoeken en eigenlijk niet tegenin zwemmen. Want zodra je er tegenin zwemt, heb je het gevoel dat je heel hard moet werken, maar amper vooruit komt. En dat is ook zo, je komt bijna niet vooruit. Dus het beste kan je eigenlijk een beetje laten afstromen en via de zandbank terug de zee uit. Toen wij nog jong waren, toen gingen we heel vaak naar de stelling toe. En dan leer je van kinds af aan wat de gevaren van de zee zijn. Dus dan weet je gewoon met de app niet tot aan je middel, niet verder. En dan gewoon in de buurt blijven. Dus dan ben je wel van bewust wat de gevaren van de zee zijn, absoluut. Ja, ja sowieso neem ik niet veel risico's in de zee. Ik moet in ieder geval de bodem kunnen voelen, dat is wel belangrijk. Het mooi duidelijk wezen, het werk van een lifeguard is beslist geen luxe vakantiebaantje.